Goedenavond. Goedenavond. Het eind van een week die in het teken stond van de uitel twee keer toe met een alarmpistool op prins Charles had gemunt. Doordat hij viel, schoot hij ook in de rebound net naast. Sommige Engelsen vinden blijkbaar dat je over zo'n incident niet al te moeilijk moet doen. Modeontwerper Karl Lagerfeld gleed samen met topmodel Fraulein Schiefer uit over deze jurk en over de reactie daarop van een aantal islamieten. Wat Lagerfeld had aangezien voor exotische tekens bleken versen uit de Koran op een jurk. En dat kan niet. En wat volgens fanatieke Palestijnen helaas ook nog steeds niet kan, is vreedzaam samenleven in Jeruzalem. Allahu Akbar wa lillahi alhamd! Wat mij betreft is dit de uitglijer van de week. Meer uitglijers trouwens bij het Nederlands kampioenschap shorttrack. En onderuit gingen ook de vrienden van Wiegel. Natuurlijk, hij heeft het liefst sigaren en Berenburg, maar deze hoeveelheden, dat had nou ook weer niet gehoeven. En er was de alles overheersende vraag, is de Amsterdamse politie nou afgegleden naar corruptie of niet? Onze Amsterdamse politiekorps is naar onze mening op een schandelijke wijze in discrediet gebracht. Voor de goede verstaander was het de zoveelste uitglijer van politicus J. van de CD. De fractievoorzitters zoeken in de hitte van de verkiezingsstrijd argumenten. Wie goed luistert constateert waar het hart vol van is, loopt de mond van over. De fractievoorzitters zoeken in de hitte van de verkiezingsstrijd argumenten. Goed luisteren moeten we tegenwoordig ook naar het afglijdend taalgebruik van Ischa Meijer. Ik krijg nu even mijn eigen kutcombootje. Ah, laat ze toch lullen. We gaan doen. De hele lullen. Onbesneden man, ja? Ja. En dat praatjes en tongzoenen daar. Zo ver. Heerlijk, Fred, heerlijk. Ah, laat ze toch lullen, ja. Ik wil mijn programma voor u. En er waren tijdens het voorlezen van de jaarlijkse State of the Union in Amerika deze. Soap. Soap is een term uit de Amerikaanse televisiecultuur. Toen er daar via de televisie zeep, wasmiddelen en andere huishoudelijke artikelen aangeprezen moesten worden, werden er speciale kasteelromanachtige dramaseries bedacht voor huisvrouwen. Omdat het daarbij dus primair ging om het zeepkopend publiek te bereiken, noemden ze die series soaps. Kenmerken van die echte soap. Het moet gaan over heftige emoties uit het dagelijks leven en die serie moet in principe elke dag worden uitgezonden. In Nederland deed de soap zijn intrede met goede tijden, slechte tijden, 3 jaar geleden. En sinds 4 weken hebben we een tweede dagelijkse Nederlandse soap op onze televisie. Onderweg naar morgen. Elke werkdag om 7 uur te zien, rond 7 uur op TV2. Hoofdrollen in die dagelijkse serie voor 2 hele bijzondere vrouwen. Manouk van der Meulen en Marjolein Keuning. 2 vrouwen die in de serie beide hetzelfde warme gevoel hebben voor die ene man, Frank. Wat ga je doen? Ik ga naar Frank. Ben ik niet duidelijk genoeg geweest? Dag, Fred. Ik heb geen zin om jouw tekst een uitleg te geven over wat Frank en ik voor elkaar voelen. Dat gaat jou niets aan. Oh, dat is grappig, zeg. Je hebt jarenlang een verhouding met mijn man. Je doet er alles voor om mijn huwelijk kapot te maken en dat zal mij niets aangaan. Ik heb jouw huwelijk niet kapot gemaakt. Jullie problemen hadden helemaal niets met mij te maken. Ik heb iets met Frank wat mijlenver uitsteekt boven jullie huwelijksproblemen. Jij hebt de problemen alleen maar erger gemaakt. Die problemen hadden wij makkelijk kunnen oplossen als jij niet steeds op de proppen was gekomen. In plaats Frank met rust te laten, drong jij je steeds op. En als je de kans krijgt, dan doe je het gewoon dus weer. Ik zeg je, Frank heeft voor eens en altijd voor mij gekozen. Joyce, ga weg. Hier zijn Manouk van der Meulen en Marjolein Keuning. Nou, deze scène vat zo ongeveer alles samen wat er gebeurd is, hè, de afgelopen weken. Ja. Jij speelt in Onderweg naar Morgen Daphne, de vrouw van die Frank die in het ziekenhuis ligt. Die ligt al weken in het ziekenhuis, heb ik begrepen. En Marjolein, jij bent zijn minnares. Hoe moet dat nu? Ik weet het niet. Het wordt heel erg moeilijk allemaal. Wordt ingewikkeld, hè? Het wordt heel ingewikkeld. Zou jij je dat normaal ook laten welgevallen, dat jouw man het houdt met zo'n mooi iemand als Marjolein? Nou, ik zou er wel voor mijn zaak vechten, zeg maar. Ik bedoel, het kan gebeuren in een mensenleven, dat als je een verhouding hebt en je geliefde wordt verliefd op iemand anders. Ik vind ook niet dat je meteen dan de spullen moet pakken en moet verdwijnen, maar
Ja, je kan wel voor je liefde vechten. Ja, een mini-vreemdgang moet kunnen? Ja, denk ik eigenlijk wel. Wel. Ja, dat is, denk jij er ook zo over trouwens? Nee. Jij bent heel conservatief, hè? En pas getrouwd met Henk Poort. Ben ik heel conservatief? Nou, dat denk ik dan. Nee. Maar ik vind inderdaad, een mini-vreemdgang moet niet kunnen. Ik persoonlijk. Ja. Nou ben je in die serie een heel afhankelijk type, hè? Ja. Je bent heel afhankelijk van die Frank. Ja. Hoe is dat in het dagelijks leven? Ben je dan ook zo afhankelijk? Nou, ik hoop het niet. Iets wat ik nastreef of is toch wat evenwichtig en onafhankelijk te zijn. En daarom vind ik het ook zo leuk om te spelen. Omdat zij zo onstabiel is en zelfs labielerig. En een beetje gek. En emotioneel zo afhankelijk van die meneer. En ik geloof dat ik precies tegenovergesteld ben. Ja, want je hebt wel eens gezegd, slechte mensen vind ik pas echt spannend. Ja, dat is absoluut waar. Ik kom uit een redelijk goed milieu en beschermd opgevoed en alles. Maar ik heb in mijn leven toch heel regelmatig mensen opgezocht die een beetje aan de zelfkant zaten. Of spannende dingen in mijn leven gedaan. En daar heb ik heel veel van geleerd. En dat gebruik ik ook nog steeds, niet zo doelbewust, maar dat heeft mij wel voeding gegeven voor mijn acteren. Dat is een van de dingen die jullie bindt, hè? Het goede milieu. Allebei vaders die zeg maar, in de maatschappij en het zakenleven hoog gestegen waren. Maar je hebt je ouders ook wel eens als hippies omschreven. Hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? Nou, hippies is, vind ik dan iets extreem uitgedrukt. Maar ze hebben wel een periode in hun leven gehad dat ze andere vormen zochten om te leven. En ze hebben geprobeerd om in een commune samen te leven, wat uiteindelijk niet zo goed ging. En je ziet wel heel duidelijk bij de kinderen dan dat ze redelijk monogaam zijn en trouw en daar eigenlijk niet zoveel van willen weten. Marjolein, wat is het toch met dit soort series, hè? Als we beginnen, of het nou Medisch Centrum West is of Goede Tijden of Onderweg naar Morgen. De mensen vinden het eigenlijk meteen leuk en de pers heeft er geen goed woord voor over. Ja, ik denk dat eigenlijk best Nederlands is, hè? Iets nieuws is altijd een beetje eng. In Nederland is een beetje, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En wij, Joop van den Ende vooral, denk ik, steekt elke keer weer zijn nek uit. Met iets als Goede Tijden heeft hij dat gedaan. En met deze serie opnieuw ook. Want in feite produceert hij allebei die dingen. Maar hij vindt ook dat het naast elkaar moet kunnen bestaan. En in Nederland wordt dat wel eens niet in dank afgenomen. Maar hoe komt dat bij jezelf binnen? Je hebt prachtige hoofdrollen gespeeld in The Cats en The Miserables. Ik ga niet citeren uit de recensies van de eerste aflevering, maar de Telegraaf schreef bijvoorbeeld ongeloofwaardige situaties die verklaard worden aan de hand van onbegrijpelijke teksten. En het AD schreef, het scenario lijkt in 10 minuten geschreven. En als je dan daarnaast jouw carrière tot nog toe ziet, schrik je dan toch niet als je 's ochtends zo'n krant openslaat? Of ik een vreselijke fout gemaakt in mijn carrière? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat als je voor een rol gaat, dat het dan niet zo heel veel uitmaakt wat ervoor geschreven wordt. Want wat ik op televisie doe en wat de mensen zien, daar gaat het toch om. En niet zozeer wat de critici zeggen. Want ik denk als je daaraan begint, dan als je daar werkelijk wat van aantrekt, dat je dan wel op kan houden. Ja. Nou, is het gebaseerd op Ryan's Hope, hè? Een Amerikaanse dagelijkse soap die al eeuwen loopt ongeveer. En heel veel prijzen gewonnen. Precies, het gekke is, die heeft series Emmys gewonnen, Actors Guild en Writers Guild prijzen. Dat is dus heel wonderlijk. Ja. Of staan Amerikanen anders tegenover dit soort televisie dan wij? Ja, dat weet ik niet. Het werd toen dagelijks uitgezonden overdag. Bij ons is het 's avonds. En vaak mensen misschien tijdens het strijken keken ze eventjes en de tempo was ook lager. Wij hebben 2 afleveringen tot 1 samengevoegd om het verhaal wat spannender te maken. Het is ook naar nu gezet. Misschien dat het wel verandert. Anders is het Amerikaanse publiek dan het Nederlandse. Dat zou kunnen, ja. Ik denk dat het ook gewoon moet groeien. Je ziet bij andere series zoals Medisch Centrum West en alles. Dat heeft gewoon 1 of 2 jaar nodig om gewoon een beetje goed te worden. Ja. En iedereen moet jezelf daar de kans voor geven als je daarin acteert. Maar ook gewoon de mensen thuis, zeg maar, of de pers. Die moeten even tijd geven. Ja. Hoe reageert je omgeving als je zegt ik ga een soap doen? Want dan is je leven dus in het teken van 1 televisieserie. Misschien wel jarenlang. Hoe wordt daarop gereageerd? Dat maakt mij ook inderdaad niet zoveel uit hoe andere mensen erover denken. Het is belangrijk wat ik er zelf over vind. En in het begin vond ik het nogal benauwend. Dacht ik, oh jeetje, als ik maar geen 14 jaar hoef. Want er liggen dus scripts voor 14 jaar. Er liggen 14 jaar nou, scripts? Nou, 14 jaar, maar ze worden samengevoegd. Dat Marjolein al zegt, dus het zal 7 jaar zijn. Als jullie snel spelen, duurt 7 jaar. Maar dan zit je er 7 jaar aan vast. Ja, dus dat benauwde me nogal. Maar tot nu toe gaat het zo lekker en heb ik er zoveel plezier aan. Dus ik zie wel, en uiteindelijk valt er best nog wel wat te combineren. Want er is 1 soap waarin een dame, heb ik gelezen, als bruidje binnenkwam ooit. En die is nu oma. Geweldig. Ja, en die heeft al een hele serie kleinkinderen. Ja. Zover wil jij het niet laten komen? Nee, liever niet. Nee. Jullie hebben veel overeenkomsten, hè? Ja. We wonen allebei op dezelfde gracht in Amsterdam, als ik het goed begrepen heb. Hebben allebei een vrouwenvleugel gespeeld, zijn ook nog vriendinnen. Maakt dat het leven in zo'n serie die toch elke dag je leven nu bepaalt aangenaam? Ja, wel. Het leuke van ons is, vind ik, dat we
Als je bijvoorbeeld een samenscène speelt, dat we echt heel goed uitzoeken van waar de scène over gaat. En niet zozeer waar het van ons per se over gaat. Hè. Dat bespreek je dan. En Manouk geeft mij adviezen, geeft mij raad als ik zeg, goh, hoe zit het nou, wat zou jij nou doen? En zo gebeurt dat onderling op de set sowieso heel veel. En dat is wel prettig werk hoor, want ja, je moet toch met z'n allen dat maken. En ja. Dat is toch het lekkerste werken dan gewoon. Het idiote van een soap is, heb ik wel eens begrepen, wat het ook zo moeilijk maakt, is dat je neemt om 8:55 een scène op waarin iemand begraaft, waar je vlak daarna, omdat het toevallig in dezelfde kamer zit, nog een liefdescène mee moet spelen. Ja, maar dat is sowieso film natuurlijk. Ja, maar bij de soap is dat natuurlijk heel erg, want je zit soms 23 afleveringen verder. Ja. Kan dat? Nou, ik vind dat het moet kunnen. Dat is het een van de uitdagingen van de actrice is, of van acteren, is dat je gewoon je scène bekijkt, je ziet wat emotie is, en die speel je gewoon op het moment. En dan, kijk, we hebben ook bijvoorbeeld, we hebben geen idee wat wij volgende week te spelen krijgen. Nee. Dus wij moeten al zo kijken naar wat wij op dat moment moeten doen. Ja. Dat leer je gewoon. En dat houdt het ook leuk natuurlijk, want dan krijg je weer 5 nieuwe scripts. En dan loop je echt bij elkaar de kleedkamer binnen van, hey, heb je al gezien wat jij volgende week met mij gaat doen? En wie zei dat we de eerste scène hebben samen? En dat is ontzettend leuk. Ik kan me voorstellen. Ja. Je wil heel veel van je leven maken. Hè? Nog niet zo lang geleden ben je met 6 mannen in je eentje door de Sahara getrokken. Ja, dat was geweldig. Nou, het was niet alleen maar leuk. Absoluut niet. Ik voelde me ook heel geïsoleerd. Niet alleen door die mannen, maar ook door die maatschappij daar. Omdat je daar, de vrouwen en mannen natuurlijk zo extreem uit elkaar liggen. En het was heel zwaar. En toen ik dat artikeltje ook las, weet je wel, van die 2 mensen die in de Sahara om zijn gekomen. Die mensen uit Arnhem, toen schrok ik ook heel erg. Het was precies dezelfde rit die ik heb gemaakt. En maar dat hoort gewoon bij mijn leven. Reizen en dat soort culturen opzoeken. Onderweg naar morgen zoek jij extremen. Nou, het is wel weer een extreem, dacht ik, soap. Ook. Ja. Tot slot, waarom moet de gemiddelde Nederlander vanaf nu, inclusief wij allen, zijn eetgewoonte zo aanpassen dat hij om 7:00 klaar is om naar Onderweg naar Morgen te kijken? Wat is het argument? Nou, na een goed aperitief is het beter tafelen, denk ik. Zullen we het daar maar op houden? Dank jullie wel voor je komst. Okay. Dank je wel. Onderweg naar Morgen. Iedere werkdag eventjes voor 7:00. Engels lijkt steeds meer de wereldtaal te worden. Onlangs nog pleitte minister Ritsen van Onderwijs ervoor om op school meer tijd te besteden aan dat Engels. Ten koste zelfs, als het zou moeten, van het Nederlands. Sommige geleerden voorspellen nu zelfs dat, als het zo doorgaat, het Nederlands in de volgende eeuw niet meer is dan een soort huistaal. Des te leuker is het dan om te stuiten op iemand die uit Japan naar Nederland is gekomen om hier Fries te gaan studeren. Dat kan je dus niet bedenken. Een Japanse taalkundige die het in zijn hoofd haalt om 1,5 jaar van zijn leven aan de Friese taal te wijden. Behalve Fries spreekt hij ook onvoorstelbaar goed Nederlands. De 35-jarige Makoto Shimizu. Yokoso irashai mashita. Shimizu-sensei. Nou, dat is ongeveer het enige Japans wat ik meester ben. De rest kan in het Nederlands, heb ik begrepen. Waarom bent u toch naar Nederland gekomen om hier Fries te gaan studeren? Mm-hmm. Ja, ik ben taalkundige. En voor taalkundigen heeft iedere taal ter wereld dezelfde status en hetzelfde prestige. En ik ben Germanist, docent Duits. Dus als men zijn studies over de Germaanse talen iets wil verdiepen, dan komt men logischerwijs tot het idee ook het Fries iets te bestuderen. Ja. Nou begrijp ik dat u het belangrijk vindt dat kleine talen als het Fries blijven bestaan. Hè? Dan denk ik heel simpel, taal is toch puur en alleen om te communiceren. Waarom is het zo belangrijk? Hoe minder talen eigenlijk, hoe beter. Al die kleine taaltjes is juist lastig. Ziet u dat anders? Ja, volgens mij is het toch belangrijk dat de kleine talen blijven bestaan. Omdat de taal een belangrijk cultuurgoed van de mensen is. Dus als een taal achteruit gaat en uitsterft, dat betekent onmiddellijk dat een belangrijk erfdeel van het mensdom voor eeuwen verloren gaat. En we denken wel dat wij iets moeten doen als een vogeltje of een kikkersoortje dreigt uit te sterven. Maar als een taal uitsterft, laat haast niemand een traan. Dat vind ik eigenlijk vreemd. Ja. Ze hadden me gezegd dat u goed Nederlands spreekt, maar wat spreekt u fantastisch Nederlands? Dank je wel. In hoeveel tijd heeft u dat geleerd? Ja, ik heb meestal zo zelf studies geprobeerd het Nederlands te leren. Want in ons land bestaat er tegenwoordig helaas geen instituut en geen universiteit waar men zich in de Nederlands kan specialiseren. Ja, maar hoe lang heeft u er nou over gedaan om zo goed Nederlands te spreken? Een paar jaar. Een paar jaar? Ja. Onvoorstelbaar.
Nou zit u in Nederland, al ruim een jaar geloof ik, hè? Wat valt u op in onze cultuur? Wat vindt u nou zo anders aan ons Nederlanders dan u van uw eigen volk, de Japanners, gewend bent? Ja, volgens mij bestaan tussen Nederland en Japan zoveel overeenkomsten dat ik tot nu toe geen bijzonder cultuurschok bereikt heb. Afgezien van een punt, dat de Nederlanders hier de gordijnen thuis de heren het open houden. Dus ik kan precies zien wat ze doen in de kamers, hè? Ja. En ik bewonder, hoe is het mogelijk kamers altijd schoon te houden? En een andere ding is dat, ja, ik heb soms moeilijkheden in de toiletten. Ja, zoals je ziet ben ik nogal klein. In mijn land ben ik, ja, doorsnee als Japaner, maar hier ben ik een dwerg. De toiletten in Nederland zijn te hoog voor mij. Ja, ik zou u niet vragen hoe, ik zou u niet vragen hoe u het oplost. Ik heb ook geen idee. Oh, je hebt ook geen idee? Ja. Goed. Maar bijvoorbeeld, hè? Wij drinken koffie. Ja. En met liters per dag, dat doet Japanners toch niet? Ja, wij drinken meestal groen thee, maar koffie, ja. Ik houd van de geraffineerde koffiecultuur van Nederland. Ja. Nou zegt u, er zijn eigenlijk weinig verschillen, maar bijvoorbeeld de eetgewoonten zijn totaal anders. Hoe staat u nou bijvoorbeeld bij de slager? Oh, ja, mijn vrouw heeft altijd moeilijkheden, dus vraagt ze bij de slager, kunt je het vlees zo dun mogelijk te snijden in plakjes? Ja, en dat is soms niet dun genoeg voor ons. En want u moet het met stokjes kunnen eten. Ja. Dus u moet heel dun vlees hebben. Ja, ja. Kunnen Friese slagers vlees zo dun snijden? Ja. Het antwoord is duidelijk. Uw zoon van 6 is hier ook en uw vrouw is hier. Hoe vinden zij het in Nederland? Ja, het wonen hier in Nederland bevalt ons zeer goed. En mijn zoon gaat naar de internationale school. En leuk. Alles leuk. Ja. Uw vrouw houdt van Friesland, kent Adjekeule Deelstra, iedereen daar. Ze kent het idioom. Ja. Nou, hoe zit het met uw Fries? Het schijnt dat u de moeilijkste Friese zin kan zeggen die een Fries bijna niet meer uit zijn mond kan krijgen. Oh ja, je bedoelt boterbrie en green en het cheese. Wat tot net zeven keer is geen oprechte Fries. Ik weet hoeveel Friezen er in de zaal zijn, maar wat betekent het? Zal ik in het Nederlands vertellen? Ja? Oh, dat ik je niet verwacht. Tot volgende keer. Oh. Nee, maar... Nou, dat kunt u ook wel zeggen, maar we hebben even een truc bedacht om te checken. Ik spreek geen Fries, om te kijken of u echt goed Fries spreekt. Mm-hmm. En als het goed is, wil ik u even in contact brengen met een echte Fries. Mm-hmm. En als alles goed gaat, heb ik hem hier aan de telefoon vanuit Davos. Ja? Hallo? Hallo. Is dit Rintje Ritsma? Ja, dat klopt. Hallo Rintje, jij zit in Davos op dit moment, hè? Ja, lekker weer, hè, hier. Ja, je bent verbonden met Yvonnie in de studio. Je weet het verhaal, we hebben hier meneer Shimizu uit Japan. En die zegt, en ik kan het niet controleren, dat hij feilloos Fries praat. Ik zou willen zeggen, misschien mag ik jou even wat vragen. En dan moet jij mij straks maar zeggen of het echt goed Fries is. Want jij spreekt natuurlijk heel goed Fries, hè? Ja, redelijk. Goed, nou, hier komt een korte Friese conversatie met meneer Shimizu uit Japan. Ik ben benieuwd. Rintje Ritsma, de schaatser. Oh, ja. Hallo, je spreekt met Shimizu uit Japan. Goeiejoen. Oh ja, goeiejoen. Hallo, flink aan het oefenen westen voor Olympische Winterspelen in Lillehammer. Ja, we zijn hier nu 12 weken in de Vaux. En ja, na wat sjenslagen van het waar. Aha. Het is redelijk warm, wist hier. Hebben wij een paar dagen net echt optimaal kunnen trainen. Aha. Maar Juwet wie een schitterende dij, maar heel mooi waar. Oh, ja. En Juwet wie de training wie echt perfect. Aha, hetelijk Tavinske. En dat vind ik Tavinske. En wat binnen jouw kansen in Lillehammer? Ja, ik rie op vrije afstand de 1504 kilometer en de 10 kilometer. Aha. En ik heb op de 1500 en 4 kilometer heb ik de grootste kans om een medaille te halen. Ja, en snak je Norsk? Snak je Norsk? Een rottaal, hè, is snak het? Snak je Norsk? Spreek je ook Noord? Een lid? Dat is Noors. Ja. Lid is een klein beetje. Kine jou ek skiën? Wat zegt u? Kine jou ek skiën? Ja, ik ken wel skiën, maar bij mij in een trainingskamp maaien we net skiën. Oh ja, succes. Want het, ja, want jij. Heel nog, Rintje.
Ja, ja. Rintje, was het vloeiend Fries? Het klonk heel goed, moeten zeggen. Dat valt absoluut niet tegen. Nee, hè? Voor een Japanner. Het is heel knap. In een paar maanden tijd. Hij laat je hartelijk groeten. En nog één vraag, wat we in de krant lazen van de week. In Lillehammer bij de Winterspelen gaan ze ook microfoons onder het ijs aanbrengen. Heb je dat ook gelezen? Nee, dat heb ik niet gelezen. Nou, dat is omdat ze dus, net als bij voetballen, kan je dan lekker de bal horen. Maar bij het schaatsen hoor je dan het krassen van het schaatsen. Maar ze willen ook eindelijk jullie geluiden opvangen. Wat krijgen we te horen, denk je? Nou, ik denk dat het weinig goeds is dan. Nee, volgens mij maken we niet zoveel geluid, behalve wat geheim onder het schaatsen, maar voor de rest weinig herrie hoor. Goed. Rintje, de groet aan iedereen daar en dank dat je even mee wilde doen aan deze test en heel veel succes straks voor de hele ploeg in Lillehammer. Ja, dankjewel. Dag. Nou, we waren al ervan overtuigd dat u feilloos Fries spreekt, maar dit was het ultieme bewijs, zeg maar. Nou, hadden we het over die cultuurverschillen. We hebben het nu gehad over hoe u de Nederlandse cultuur ziet. Nou zien wij soms wel eens iets uit Japan op de televisie waarvan ik denk, is dat nou karakteristiek voor de Japanse cultuur? We hebben twee fragmentjes. Eén van een schreeuwwedstrijd voor kinderen en volwassenen. En één waarin je ziet hoe Japanners candid camera programma's maken. Even kijken wat u daar dan van vindt. Dit is de schreeuwwedstrijd voor kinderen en volwassenen. En dan komt de verborgen camera-uitzending. Is dit een enorm verschil? Bijvoorbeeld die candid camera aan het slot, dat is mensen gewoon aan het schrikken maken. Zijn Japanners zo wreed in hun humor bijvoorbeeld? Ja, maar ik vind het eigenlijk vreemd dat de Friesen van Nederland vier lippen doen. Ja, u wil zeggen, dat is net zo gek? Ja, net zo gek. Maar is dit toch een beetje typisch Japans dit, of vindt u van niet? Dat kunt u best beoordelen. Ja, maar ik vraag het aan u. Oei, ja. Ja, het is half de waarheid en half niet. Nee. Ja. Ja, u kunt ook heel goed diplomatieke antwoorden geven in Nederland, zie ik al. Goed, wanneer bent u klaar met uw studie Fries? Ja, ik geloof dat Fries leren mijn leven lang zal duren. Maar u spreekt het nu al perfect. Als u de studie, zeg maar, concreet heeft afgerond, gaat u dan weer verder studeren? Ja, ik blijf hier tot september en dan ga ik naar Japan terecht. Zult u Nederland en Friesland dan missen? Zeer. U bent een aardig mens. Dank u wel. Zullen we weer in het Japans afscheid nemen? Ach, ja. Doe ik in het Japans, u in het Fries. Ja. Zullen we dat proberen? Domo arigato gozai machai shimizu sensei. Hartelijk bedanken. Wantje. Dank u wel. In goed Fries is dat volgens mij dankjewel voor dit peteor. Muziek nu. Het nummer Gaia stond wekenlang aan de top van de hitlijst. In de vakpers werd het omschreven als de meest geniale plaat van 1993. Het lied werd gezongen, gecomponeerd en ook nog gearrangeerd door een heel apart talent, van wie voordien nog praktisch niemand ooit gehoord had. Hij heet Valencia. 22 jaar geleden werd hij geboren in Den Haag, een virtuoos multi-instrumentalist. Vroeger was hij vaak in Valencia en daar komt zijn naam vandaan. Op zijn zevende al schreef hij zijn eigen liedjes en zong die op de Spaanse stranden. Daar was hij een bekende verschijning. Zijn muziek laat...